Kinderen vervallen heel gemakkelijk in steeds hetzelfde soort boek kiezen. Dikwijls is dat een te gemakkelijk boek of een boek met veel prenten. Daardoor vinden ze die boeken eigenlijk niet meer zo leuk. Ze bieden geen ontdekkingskansen. En om dat te doorbreken, dacht ik dat een blind date met een boek wel iets leuks zou zijn. Een boek dat ze niet kunnen zien, dat volledig ingepakt is. Ik schrijf dan op dat inpakpapier een paar kernwoorden. Is het een avonturenboek? Is het een spannend boek? Is het een boek dat over verdriet gaat? Wij gaan vandaag op blind date. Ik heb geen personen uitgenodigd voor jullie blind date, maar ik heb boeken klaargelegd. Als er een klik is, mogen ze het papier eraf doen en beginnen te lezen. Maar ik zou een dikke boek. Wow. Oh, maar dat is wel een super. Kinderen leren op deze manier om op een andere manier naar de kaft van een boek te kijken en hun keuze anders te maken, waardoor het leesplezier terug omhoog kan.